Het moet duidelijk zijn dat de brug over de Corantijnrivier niet alleen wordt gebouwd door Suriname. Dit benadrukt de minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag tijdens een persconferentie. De bewindsman presenteerde een stand van zaken waarbij hij verklaarde dat de werkzaamheden morgen al stopgezet zouden worden indien Suriname de brug alleen zou bouwen. Er is daarom goed overleg met Guyana die de brug mede zal bouwen. En we doen alles gezamenlijk. Dat betekent de regering van Guyana, de regering van Suriname doen het samen. Als je niet samen doet, zou je nooit een brug kunnen bouwen. Dat was het probleem 10, 20 jaar terug. Daarom is die brug toen ook nooit gekomen. Als je niet wil samenwerken, dan kan je stoppen. Laat het dus ook duidelijk zijn dat wij niet alleen hier beslissen in onze kamer wat er moet gebeuren. Maar in goed overleg tussen Guyana en Suriname. En dat is heel vruchtbaar. Het ministerie van Openbare Werken van Guyana, inclusief de regering, heel supportive, ook naar ons toe. De bewindsman zei verder dat de bouw van de brug een uitvloeisel is van afspraken in Zuid-Amerika. Dat alle landen moeten zorgen voor verbindingen over rivieren. En zo is het land terug. De Weidebosbrug, en dat moet je in dat kader zien. Rehabilitatie van de Oost-West-verbinding Albinam Paramaribo is in dat kader. En zo ook Paramaribo Nikeri, de rehabilitatie. Is in dat kader. En die bruggen moesten natuurlijk al lang komen. De discussie over de bouw van de brug Marowijnrivier is ook nu op tafel. En zo de Corantijnbrug ook. Dat is algemeen beleid. Minister Noor Mohammed gelooft dat de bouw van de brug over de Corantijnrivier een positieve spin-off zal hebben. Voornamelijk voor de productiesector in Nikeri.